Vragen, wat vond je van de prestatie? Fantastisch, maar te lang. Te lang, ja. Ja, okay. Absoluut. Ja. Ja. Maar je draagt ze uit en je beleeft ze helemaal. Dus de zaal was helemaal mee. Okay. Dankjewel daarvoor. Wat vond jij van mijn prestatie? Ik vond ik vond het echt top, super entertained. Dus ik zou het zeker aanraden aan iedereen die er niet bij was. Ja. Ik vond het verhelderend. Het gaf energie. En vooral het idee van, doe het gewoon. Ga ermee aan de gang. Inspirerend. En hoe zou ik het zeggen? Ja, grenzeloze mogelijkheden lijkt het wel. Dus, je gaat ermee aan het werk. Ik ga er zeker mee aan de slag. Ja, dankjewel. Wat vond je van de presentatie? Ja, ik vond de presentatie heel pragmatisch en goede voorbeelden voor de SGS. Daar kun je echt iets mee. Je gaat er ook iets mee doen. Ja, zeker. Het is goed van onze CIO. Jij bent uit Amsterdam naar Antwerpen gekomen om hier te kijken. Speciaal voor jou. Ik heb ervan genoten, alleen van je kostuum ook. En van de historische tijdslijn, hoe dat je eigenlijk de technologie geïntroduceerd hebt hier bij SGS. Dank je voor de presentatie. Het was heel interessant. Ja? Ja. Wat neem je er aan mee? Eigenlijk, ik vind de meest interessant over hoe jij over de ChatGPT over gehad. Ik vind het heel, heel interessant. Ja. Ga je ermee aan het werk? Ja, natuurlijk. Okay. Ja, ik vond jouw enthousiasme en je tempo leuk. En ik ga zeker ChatGPT gebruiken. Ja, moet je doen. Behalve ChatGPT, ja. Heb je nog andere dingen gehoord over dingen die mogelijk zijn met AI? Nou, ik ken alleen ChatGPT en dat je al die andere dingen hebt laten zien, vond ik wel super interessant om te zien. En dan ga ik zeker ook nog even terugkijken om te kijken of misschien wat anders kan bekijken. Dus als je de slides kijkt, dan ga je wel mee aan het werk. Zeker weten. Nou, heren, hartelijk dank hier in Antwerpen.